De advocatuur kent vanaf nu kwaliteitstoetsen. Het doel van de kwaliteitstoetsen is het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van de advocatuur. Advocaten kunnen kiezen uit drie verschillende vormen: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. Ik loop als advocaat soms tegen lastige vraagstukken aan die ik graag met andere advocaten wil bespreken. Ik koos voor intervisie. Bij de intervisie brengen de deelnemers dilemma's in over het eigen functioneren of de dagelijkse praktijk. Mijn dilemma was dat ik veel werkdruk ervaar op kantoor, maar mijn cliënten niet wil teleurstellen. Met behulp van een coach zie ik nu in dat ik mijn werk anders kan inrichten. U kunt ook kiezen voor peer review. Peer review is een juridische beoordeling op dossierniveau door een deskundige reviewer. Waarom is er gekozen voor een bepaalde aanpak in een zaak? Waren er alternatieven? De derde vorm is gestructureerd intercollegiaal overleg, een variant tussen intervisie en peer review in. Hierbij worden juridische en niet-juridische vraagstukken op kantoorniveau besproken. Het maakt niet uit welke vorm van gestructureerde feedback u kiest. U kiest zelf wat bij u past. Het is goed als advocaten aan de bevordering van hun kwaliteit werken, voor henzelf en voor de advocatuur als beroepsgroep en de rechtzoekende. Bovendien is het ook leuk en nuttig om te doen. Wilt u meer weten over de kwaliteitstoetsen? Kijk op www.advocatenorde.nl om de vorm te kiezen die aansluit bij uw wensen of kijk hoe u zich bijvoorbeeld kunt registreren als gespreksleider of reviewer. Veel succes met de kwaliteitstoetsen!